Intel heeft nu dus net de nieuwste generatie processors aangekondigd voor laptops. En we hebben dus te maken met dus de tweede serie Core Ultra processors. Maar wat is het nou allemaal nieuw? En is het nou echt zo heel spannend als dat ze vertellen? Want op zich zijn het hele interessante chips, maar niet voor iedereen. Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Marco en ik ben momenteel dus in Berlijn op een heel tof evenement. Zorg ervoor dat je blijft kijken. Geef deze video even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Maar wat is nou precies Intel Core Ultra? Nou, de Intel Core Ultra serie is dus een nieuwe generatie processors. Dat wil ik ook niet gelijk zeggen, want we hebben al even dus de Meteor Lake generatie gehad. En die is al eventjes uit. Maar de Intel Core i-serie, die ga je eigenlijk minder vaak zien op laptops. Die wordt dus helemaal uitgefaseerd en we gaan dus over naar de Intel Core benaming. We hadden natuurlijk al de eerste serie met Intel Core Ultra processors, maar vanaf vandaag zul je ook de tweede generatie gaan zien. Al deze processors krijgen dus 8 cores en 8 threads. Alleen niet elke core is even snel. In de regel is het zo dat je 4 hele snelle cores krijgt en 4 hele zuinige cores. Doe je nou bijvoorbeeld lekker gamen, dan maak je gebruik van die hele snelle cores. Maar ben je nou lekker bezig met Word of eventueel je favoriete webbrowser gebruiken, dan wordt dus gebruik gemaakt van die zuinige core. En dat scheelt ook weer in je accuduur, want die gaat er nog veel langer mee. Hoe zit het dan precies qua prestaties? Nou, het punt is alleen wel, ik heb geen benchmarks. Ik kan dus niet vertellen uit mijn eigen testervaring hoe snel deze chips nou echt zijn. Zo nieuw zijn deze dingen. Wel heb ik een paar scores voor je waarmee je kan vergelijken hoe die prestaties zijn met andere laptops. Je ziet in ieder geval, deze score is heel erg hoog. Maar als je ook kijkt naar de multicore performance, ja, dan is het toch echt wel een heel groot verschil te zien. Maar daar zit er wel voor tegenover dat deze chip een flink stuk zuiniger is en dat de andere chips die hoger geplaatst zijn, ja, die hebben veel meer cores en kunnen het werk veel meer verspreiden of veel meer dingen tegelijk gaan doen. Ja, dan zijn die scores natuurlijk vele malen hoger en dat is wel een flink verschil ermee. Op zich, deze score is wel heel erg netjes. Wat trouwens ook wel heel interessant is, is die videochip die erin zit. Intel levert een geïntegreerde grafische chip mee. En dit is dus een Intel Arc chip. Nou, heb je dus een Intel Core Ultra 5, dan heb je dus de langzame variant. Dan heb je nou de 7 of hoger, dan heb je dus de snellere variant van deze chip. Het is dus voor een dunne en lichte laptop gemaakt. En het zorgt er ook voor dat je toch nog redelijk kan gamen met deze videochip. Wil je dus recente games gaan spelen op Full HD resolutie? Ja, misschien wel op low of medium? Dan kan dat natuurlijk gewoon. Maar ja, het is ook geen chip voor een dedicated gaming laptop. Dus dat is wel een verschil mee. Maar dan moet je iets veel krachtigers gaan nemen. Maar ja, dan heb je gelijk ook weer zo'n hele dikke lompe laptop. Ik denk dat het nog iets heel anders speelt hier. Kijk, we kunnen natuurlijk heel de tijd gaan praten over laptops, maar er is nog een ander deel van deze markt die heel erg belangrijk is. Nou, sterker nog, we hebben de afgelopen tijd natuurlijk lekker kunnen gamen op gaming laptops, maar ook gaming handhelds. Ja, ik heb dus bijvoorbeeld over die hele kleine handzame pc'tjes die je gewoon heel makkelijk overal mee naartoe kan nemen en dat je alsnog je favoriete game mee kan spelen. Ik denk dat deze chips daar ook zeker voor gebruikt gaan worden, al zullen dit dan wel de wat duurdere chips zijn. Want die videochip is dan net even wat sneller, zorgt voor net wat meer prestaties en kan je nog lekkerder gaan gamen. En net zoals met de eerste generatie Intel Core Ultra processors speelt AI ook een rol ermee. Want er zit hier ook weer een nieuwe NPU erin. Deze kan dus nog meer dingen berekenen per seconde. En dit zorgt ervoor dat je dus niet heel de tijd verbonden hoeft te worden met internet voor de AI berekeningen. Maar dat alles gewoon lokaal op je eigen laptop gebeurt. Dus wil je bijvoorbeeld een afbeelding genereren? Dat kan gewoon. Wil je eventueel je tekst gaan veranderen of laten controleren op schrijffouten of misschien laten herschrijven? Dat kan ook gewoon. En wil je misschien nog wat andere toffe AI-functies? Dat zal deze NPU dus allemaal op zich nemen. En omdat deze chips er ook voor zorgen dat de accuduur al langer is, de prestaties goed op orde zijn en ook ondersteuning hebben voor AI, worden laptops met deze chip standaard al voorzien van het Copilot Plus labeltje.
En dit is dus het labeltje wat Microsoft geeft aan laptops als ze geschikt zijn voor de juiste AI-toepassingen. Je kan het natuurlijk zelf ook uitzetten als het liever niet hebt, maar wil je toch gebruik maken van AI, dan wordt zoveel mogelijk dingen toch offline gedaan. Nou, ik weet dat er een aantal van jullie al op dit moment in de reacties bezig zijn. Hoe zit het nou precies met het nieuws van de laatste tijd? Want Intel is niet zo heel goed in het nieuws geweest over die bugs en de instabiliteit met bepaalde processors. Deze bugs zijn dus niet aanwezig met deze generatie processor. Intel heeft aan mij laten weten dat alleen de 13e en de 14e generatie Intel Core i7 of Intel Core i9 overklokbare processors, dat zijn de enige processors die daar last van hebben. Dus alle andere processors, ook op de laptopmarkt, hebben dit probleem dus niet. Deze laptopprocessors zullen gewoon goed gaan werken. Dus de nieuwe generatie Intel Core Ultra processors kun je dus binnenkort gaan verwachten. En op zich, ik ben best wel benieuwd naar hoe deze laptops in de praktijk zullen presteren. En mocht het mogelijk zijn dat ik zo'n laptop kan gaan testen met zo'n chipje erin, laat mij dan even weten wat ik ermee moet gaan doen. Moet ik ermee gamen? Moet ik ermee video editen? Of moet ik er andere dingen mee gaan doen? Laat mij even weten in de reactie beneden. En ik wil je natuurlijk ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Thanks voor je support. En ik zie je heel snel bij een nieuwe video op dit kanaal.